Lopen dan mensen, welkom bij deze vlog. We gaan vandaag naar de wedstrijd Cerezo Osaka tegen Sanfrecce Hiroshima of zoiets. Zoals jullie kunnen zien, liggen de stadions precies naast elkaar. Het grappige is, deze club heeft dus twee stadions. En als ze dus tegen grotere tegenstanders spelen, spelen ze in het grote stadion. En vandaag zitten we in het kleine stadion, dus dat is wel apart. We kwamen 1-0 achter, een beetje teleurstellend, maar ja, de jongens hebben zich goed teruggevochten. We staan inmiddels 3-1 voor. Kort voor rust nog 3-1 gemaakt en we kunnen nu de tweede helft rustig uitspelen, misschien nog een paar bijprikken. Hopelijk maken ze het zichzelf niet al te moeilijk. We spelen nu deze kant op, dus ja, we gaan nu even, een beetje snacken. En het is, ja, zoals je kan zien, het is echt heerlijk weer. Lekker in het zonnetje. Het is zojuist 3-2 geworden. Pak.
ただいまの得点はセレッソ大阪背番号22マテイ・ヨニッチ。Start of 5-2 overwinning, netjes. Leuke middag. Dit was hem weer, jongens. Tot de volgende keer. Laatste dingetje dan, ik loop hier gewoon tussen de uitsupporters. En dat kan ook gewoon allemaal hier natuurlijk.